Ze zijn er nog mee aan het werk. Wat moet er eigenlijk nog gebeuren? Het is natuurlijk zo dat er veel techniek al hier op de markt was. En dat de fontein hier maandag is neergezet. En dat al die techniek verbonden moet worden met elkaar. En dat moet dan ook nog allemaal goed worden geïsoleerd. En dus er zijn heel veel aspecten aan het ontwerp die we eigenlijk pas op de locatie zelf kunnen afmaken. En dat is wat de heren nu aan het doen zijn. De mannen van staal die hebben hem gemaakt. En die hebben een lang voorbereidingsproces gehad, denk ik, hè? Ze hebben niet zozeer een lang voorbereidingsproces gehad, als wel, ze hebben gewoon heel veel werk gehad aan het maken van het ontwerp. En dat had alles te maken met het feit dat in het model geen rechte stukken zitten. Dus alle onderdelen van de fontein bestaan uit dubbel gekromde oppervlaktes die ook nog eens een keer precies op elkaar moesten passen. Dus de buitenkant was al echt een uitdaging, om het zacht uit te drukken. En daarna moesten ze natuurlijk ook nog eens een keer alle koelleidingen aan de binnenkant met dezelfde welvingen gaan vastsolderen. En de manier waarop je dat doet bepaalt weer de overdracht van de kou op het materiaal.